Jij moet, je hebt altijd de mentaliteit dat jij probeert om te winnen. En deze is onze mentaliteit, de mentaliteit van Ajax. De eerste nederlaag in de Eredivisie was er een die Ajax kon leiden. Maar vlak voor de cruciale wedstrijd tegen Valencia misschien ook niet helemaal lekker. Al was het misschien wel een wake-up call, vond onze aanvoerder Dusan Tadic. Ja, ik denk ja, het was een wake-up call voor ons. Je moet altijd 100% zijn, niet met 80% of 90%. En ja, ik denk deze is een goede les voor ons. En probeer alleen sommige dingen beter doen en beter in de tweede bal, in scherpness en elke ding. En dan heb je een goede positie dat jij wint een wedstrijd. En ja. Maar jij moet zelf positief zijn en jij weet wat is het probleem en dan is het goed. Kan het ergens ook goed zijn, vlak voor die hele belangrijke wedstrijd tegen Valencia, dat iedereen weer weet, oké, het gaat niet vanzelf, we moeten ervoor werken? Nee, wat ik zeg, ik denk deze is goed voor ons, dat Gabor, ja, jij moet altijd klaar zijn en altijd scherp en ja, dan jij hebt een goede kans dat jij wint. De week die slecht eindigde voor Ajax begon nog zo mooi voor Dusan Tadic. Net als André Onana, Donny van der Beek en de inmiddels vertrokken Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong was hij in Parijs bij de uitreiking van de Ballon d'Or. Ja, het was mooi. Het was mooi. Was lekker. Maar ja, deze is mooi. Deze is het product van elke mens in deze ploeg. En ja, het was mooi. Ja, is het een soort van eer dat je daar mag rondlopen? Tussen alle sterren. En dat jij daar dus ook onderdeel van uitmaakt bij die beste 30. Ja, wat ik zeg is mooi, maar deze is niet het meest belangrijk. Het meest belangrijk, wij hebben succes met Ajax en deze is het meest belangrijk. Messi werd verkozen tot beste van de wereld. Ben je het daarmee eens? Ja, ik denk ja. Want nou, teamgenoot van je Virgil van Dijk, ook in Nederland hoopte heel veel mensen dat die ging winnen. Had jij dat ook? Ja, ik denk dat het een goed moment voor hem dat hij winnen deze prijs. Maar ja, met Messi is het altijd moeilijk. Inmiddels ligt de focus volledig op de Champions League. Dinsdagavond valt de beslissing in de razendspannende groep. Door de zege op Lille 2 weken geleden is Ajax bij een overwinning poolwinnaar. En bij een gelijkspel zit het sowieso opnieuw bij de beste 16 van Europa. Maar bij verlies dreigt alsnog de Europa League. Vind je het zelf ook spannend, zo'n wedstrijd? Ja, deze is wedstrijd. Jij wil spelen altijd en ja, het is mooi met onze fans en onze stadium. Ik denk, ja, wij moeten doen dingen samen en ik hoop, ja, atmosfeer is altijd leuk en ja, wij moeten spelen onze wedstrijd en Valencia is een goede ploeg en dan ik hoop wij gaan naar andere volgende ronde. Ja. Het kan ook zo nog maar misgaan, terwijl jullie eigenlijk een hele goede groepsfase hebben gespeeld. Hoe kijk je naar hoe jullie het gedaan hebben tot nu toe? En dat het nog zo spannend is uiteindelijk? Ja, ik denk zo'n wedstrijd was goed, soms niet zo goed. Maar ja, ik denk wij moeten naar de volgende round en deze is onze doel. Wij willen show alle mensen dat wij spelen onze voetbal, goede voetbal en ja, en deze is belangrijk voor ons en voor Ajax en elke Ajax zit. Een punt is voldoende, maar met die instelling het veld ingaan is natuurlijk een gevaarlijke. Wij hebben alles in onze kant. Het is niet makkelijk, maar ja, wij moeten gaan winnen en deze is onze wedstrijd, niet speel voor draw en ja. Jij moet hebben altijd de mentaliteit dat jij probeert om te winnen en deze is onze mentaliteit, de mentaliteit van Ajax en ja, wij moeten doen dat. In Valencia werd het begin oktober 0-3, al was dat geflatteerd. En de Spanjaarden hebben laten zien dat het een team is om rekening mee te houden. Ik denk het is een goede ploeg, goede voetbal en ploeg met goede spelers.
Het was een beetje een moeilijk wedstrijd voor ons. 3-0 was een goed resultaat, maar het was een moeilijk wedstrijd. En ja, wij moeten klaar zijn en wij moeten proberen winnen. Ja, heb je er veel vertrouwen in? Ja, altijd. Maar het is niet makkelijk. Maar wij zijn Ajax en wij willen winnen. Klein beetje nerveus al? Nee, maar het is goed. Wij zijn wij en Valencia is een druk. En deze is goed. Jij speelt voetbal voor deze.